kijkt. En je kijkt naar de, ik kijk altijd naar leeftijden. Ik zag net 3 jaar, echt ziek. Ja, vind je dat niet als je, dat, als je daarover nadenkt? Wat? Dat zou mijn nichtje nu al overleden zijn. Ja. Ja, dat is wel heftig. Ja. Het is raar, hè, eigenlijk, hè, als je daarover nadenkt. Dat iemand van 3 jaar, wat heeft hij nou gedaan? Helemaal niks. Die heeft net zijn eerste hapje gehad in de kinderstoel. Ja, ja. Een hele families, hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld hier de familie. Ja, allemaal achternaam. Hier ook die Susan. Ook heel groot. Wat zeg je? Salomon met echt 5 keer dezelfde voor- en achternaam. Ja. Was het normaal om je kind letterlijk dezelfde naam te geven? Ja, maar dat was. Nee, maar dat was vroeger in Amsterdam heel normaal, hoor. Ik zag gek in de war. Ja? Is dat het? Yes. Waar komen jouw voorouders? Ja, ik weet niet hoe ik dat niks moet zeggen. Uit Suriname of niet? Ja. Maar het is toch ook normaal om de voornaam van je opa, of niet? Ja. Meestal is dat zo met de tweede naam, want mijn tweede naam is Christopher Son. Dan zit jij Son op het einde. Ja, ja. Hier is een hele familie uitgemoord. Ja. Wie meent het? Wat zielig. Jawel, dat is toch zo? Nou, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 13 van die mensen. Ja, dan moet je eens naar leeftijden kijken. Dan zie je soms de opa. Dan zie je de vader, de moeder en dan zie je allemaal kinderen. Nou, ik zag hier ook dat er iemand gewoon 0 jaar was geworden. Dus dat hij volgens mij tijdens zijn geboorte was overleden ook. Wat we elkaar aandoen, hè? Ja, absurd. Wil je een naam doen of niet? Ja hoor, Nora. Nora? Ja. Ben je geboren in Amsterdam? Ja. Alleen ik woon nu in Amstelveen. Doet Amstelveen wat aan doden en denken? Nou, ze hebben het Nederlands-Indië monument. Ja. Dat zit in het Broerse Park van Amstelveen. Ja. En daar hebben ze altijd op 4 mei hebben ze wel altijd zo'n herdenking. En dan komen er mensen ook naartoe en dan leggen ze kransen neer. Ja. Ja. Het is eigenlijk heel wreed, hè, als je hier ziet. Hè. Ja. 2000 namen. Ja, en dan is dit alleen al zo groot. En dan moet je nagaan hoeveel daarachter nog ook zit. Ja, 102.000. Dat ze een beetje niet vermoord zijn. Ja. Dat ze Jood waren of omdat ze Sinti en Roma waren. Het is een bepaalde. Het is een ongelofelijke wreedheid. Denk je dat het ooit nog meer kan gebeuren? Nou, ik hoop het niet. Nee, ik hoop dat vanmiddag de zon gaat schijnen. Ja, lastig. Wat denk je? Nou, ik denk dat er genoeg mensen zijn in de wereld die dat wel zouden kunnen, maar ik weet niet. Omdat iedereen nu ziet hoe groot impact dat heeft gehad. Ik denk dat er veel mensen er dan voor gaan zorgen dat het niet gebeurt. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die nog wel voor dit zijn wat er is gebeurd. Maar ik denk niet zo groot. Maar nu je ook ziet hoe het met Rusland en Oekraïne is, dan denk je ook van, als dat uitspreidt, dan is dat natuurlijk ook. Ja, eigenlijk herhaalt het zich, hè. Dus wat leren we ervan eigenlijk heel weinig, denk ik. Ja. Ja, toch of niet? Hoe komt dat? Dat we niks van leren. Wat denk jij? Nou, ik denk dat er genoeg mensen zijn die dus veel tegen anderen hebben. En dat die gewoon heel erg egoïstisch zijn en die aan zichzelf denken. Dus ik denk als het aan het grote aantal ligt, dat het niet gebeurt. Maar er zijn genoeg mensen die niet bedenken wat er hier allemaal is gebeurd natuurlijk. Ja. Ja. We zagen net kleine kinderen zelfs. Hè. Daar hebben mensen altijd gevoel bij. Als iemand van 86 jaar, dan worden we toch wat minder emotioneel van, denk ik. Ja, dan van een kind die nog zijn hele leven moet leven natuurlijk. Een kind die gewoon hun toekomst is ontnomen. Ja, het is gewoon... Kan je het er niet voorstellen? Nee, het is gewoon net zo iemand als ons. Dat, het is gewoon elke naam die hier staat, die leeft ook zoals ons. Of die heeft geleefd zoals ons. Dus dan denk je ook van, nou... Ja. Ja. En alleen omdat ze een Joodse moeder hadden. Ja. Laten we dat niet... Maar dat geldt natuurlijk ook voor Sinti en Roma. Dat geldt voor... Eigenlijk zijn de mensen heel breed, vind ik. Ja. Okay. 23 x 6. Ja, dat weet ik niet. We lachen in ieder geval nog heel lang. Ja. Wat voor gevoel krijg je hier, jij? Ja, het is wel, als je al die namen ziet, is het wel dat je echt denkt van, het is heel heftig wat er is gebeurd. Ook hele families. Ja.
zie je staan en jonge namen. Echt van 3 jaar zag ik er net tussen staan. Heb jij nichtjes van... Mijn jongste nichtje is nu 6. Kan je het niet voorstellen? Nee, dat is echt... Ben je geboren in Amsterdam? Nee, ik ben geboren in Amstelveen. Oh ja. Ja. Mijn ouders zijn wel uit Amsterdam. Ja, ja, en je woont nog steeds in Amstelveen. Ja. Ja, zeker. Ja. 102.000 namen staan hier. Van mensen die gewoon afgeslacht zijn door de nazi's. Zou het weer kunnen gebeuren, denk je? Nou, ik zeg nooit dat niks kan gebeuren, maar ik hoop het niet. Nee, ik... Maar waarom doen mensen dit elkaar aan? Ja, dat, ja, ik snap het ook niet. Ik heb er eigenlijk niet echt iets over te zeggen. Ik vind het zo heftig. Yeah. Ik vind gewoon dat je dingen uit moet praten en niet gelijk dingen moet gaan doen waar je later misschien wel spijt van hebt. Ja, daar zit natuurlijk wel de kern van het verhaal in, dat we moeten praten met elkaar. Elkaar begrijpen en dat, dat raak ik wel een beetje kwijt. Ja, zeker. Wat doet de Amstelveen aan herdenking? Ja, eigenlijk meestal kijken wij het gewoon op tv vanuit Amsterdam eigenlijk. Dus ja, ik denk dat de meeste mensen uit Amstelveen gewoon eigenlijk hetzelfde doen als dat er in Amsterdam gebeurt. Of mensen die dan ook naar Amsterdam gaan. Ja. Dat soort dingen, ja. Oké, ja. Zullen we gaan rekenen op die 23.8? Oh, dat is fout. Wat voor gevoel krijg jij als je hier bent? Ja, het is wel een beetje zwaar. Want dit zijn natuurlijk allemaal mensen die zijn overleden. Ja. In een niet zo hele leuke tijd, dus. Nee, nee. Maar er is, laat je, en dat vergeten we wel eens. Kijk, de Joden hebben natuurlijk wel 400 jaar geschiedenis in Amsterdam. 5 hele zwarte jaren, maar ze hebben daarvoor ook een hele mooie tijd gehad. En nu weer, hè. Ze blijven Amsterdammers en ze blijven onderdeel van Amsterdam. Van Amsterdam. Ja, ja. En dat geldt eigenlijk voor veel nationaliteiten, vind ik. Ja. Het is eigenlijk heel breed, hè, wat we elkaar aandoen. Ja. Denk je daar wel eens over na? Nou, niet zo heel veel, omdat ik word er niet heel gelukkig van of zo, als ik erover na ga denken. Maar het is wel iets, je wordt er wel mee geconfronteerd in het dagelijks leven. Heb je het daar wel eens over, of niet? Gewoon eerlijk, met andere mensen? Of zeg je van, doe je wat aan de herdenking? Ik ben natuurlijk wel gewoon die 2 minuten stil. Ja. Maar verder is het niet echt, vooral omdat er ook zoveel... Het gebeurt in zoveel plekken op de wereld ook. Ja. Maar daar wordt dan minder aandacht aan geschenkt. En zoals? Nou, bijvoorbeeld alle vluchtelingen uit Syrië. Ja. Die bijvoorbeeld ook weer het moeilijk hebben en die niet in hun eigen land gewoon vrij kunnen rondlopen. Ja. Ja. Wat moeten we doen met de vluchtelingen uit Syrië? Opvangen? Ik vind wel dat ze opgevangen moeten worden. Ja. Want ik vind wel dat iedereen verdient om een eigen plekje te hebben en een eigen leefruimte. Ja. Ook omdat we de medeschuldig aan zijn, hè? Wij zijn als Nederland, we zijn altijd haantjes de voorste. We willen overal ons mee bemoeien. Daar een beetje oorlog, daar een vredesmissie. Ja. En vind je het raar dat mensen op de vlucht gaan? Ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. Want dat heb je ook in de Tweede Wereldoorlog gezien, dat er natuurlijk veel Joden uit Polen naar Nederland kwamen. Daarvoor. Ja. Dus is het vreemd dat Syriërs op de vlucht gaan? Ja, ik vind het niet. Nee. Het is niet en bij vreemd. Mij zijn ze welkom. Nee, het is helemaal niet vreemd. Nee. Wat die jonge leeftijden staan hier ook bij, hè? Kleine kinderen. Ja, ik zou het ook niet. Ik zou het niet kunnen voorbeelden dat ik bijvoorbeeld in zo'n situatie zou zitten. Ja. Ja. Ik vraag me wel eens af. Je hoort wel eens mensen roepen, ja, bij mij mag je schuilen. En dan denk ik, als ik dit altijd zie, dan denk ik, ja, ik geloof daar niet zo in de zinnen. Want als we bij iedereen konden schuilen, stonden hier nu niet zoveel namen. Een hele mooie zin. Ja. Hele mooie zin. En in geval van paniek, of wat er zulke dingen gebeuren, dan kiezen mensen toch allemaal voor zichzelf. Ja. Dan zetten mensen toch zichzelf gewoon voorop. Ja. Waar heeft jouw wiegje van jouw voorouders gestaan? Van mijn vaderskant Suriname. Vind je het vervelende vraag? Nee. Nou,
Nee, mijn vaders kant uit Suriname en ja? van mijn moeders kant gewoon in Nederland. Ja, ja. En jij bent geboren hier? Ja, je voelt in Amsterdam. Jij voelt je ook Amsterdammer? Ik voel me wel gewoon Nederlander. Ja, geen Amsterdammer? Niet, ik heb niet zo heel veel verder met Amsterdam. Nee? Waarom niet? Ik weet het niet. Het is gewoon een beetje... Ik ben er zo gewend aan. Het is zo... Normaal. Het is gewoon, ik ben overal. Ja. Ja. Daar hebben we ook een ereschuld aan, hè? Aan Suriname. Vind je niet? Jawel, het slavernijverleden. Ja, zeker. Zeker. Daar hebben we ook veel te lang over gezwegen. En dan gaan dingen op het spoor. Veel te lang stilgehouden. Ja. Ja. En nog wel eens, denk ik. Hè. Laten we er gewoon eerlijk over zijn. Er mag best wel meer over gepraat worden, meer over gesproken worden. Ik ga er een aflevering over maken, nodig ik jou ook. Jij? Lisanne. Ik vind mezelf wel vaak het lolligste, maar oké. Okay. Dat kan ik ook weinig doen. Wat voor gevoel krijg jij hierbij? Heel. Kan je je voorstellen, laat ik zo zeggen, onder 2000 namen? Ja, nee, eigenlijk niet. Het is toch ongelooflijk dat wij als mens... Dat er zoveel mensen zijn omgekomen, ja, eigenlijk. En dat wij daartoe in staat zijn, hè? Ja, ja. Kan het weer gebeuren, dit? Kan het weer gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ja? Nou, er wordt nu wel aandacht aan besteed dat het wordt voorkomen. Ja. Maar ik denk altijd dat er wel... Nu is ook die oorlog bezig in Oekraïne en zo, ja, nog steeds. Ja. Stel, daar gaat ook iets mis of zo, wat ook de hele wereld... Ja, ja. Maar je ziet ook hoe we met vluchtelingen omgaan, hè? Ja. Okay. Dat is natuurlijk ook iets, dat vinden we ook allemaal eng. Ja. Goed. En waarom? Ja. Mensen op de vlucht, deze mensen waren vroeger ook op de vlucht. Die kwamen uit Polen, Nederland bijvoorbeeld. Ja, klopt. Hebben ze beschermd destijds, vind je? Of niet? Wacht wat? Nou, beschermd. Het zijn 102.000 mensen zijn er afgevoerd. Of 170.000, dacht ik. Jeetje, ja. Komen wij op voor elkaar? Nee, in dat opzicht. Nee, hè? Dan kiezen we voor onszelf, hè? Ja. Ja. Nee, ik... Ben jij geboren in Amsterdam? In Blaricum, ja. Blaricum? Ja. Doet Blaricum wat aan 4 mei, denk je, weet je dat? Daar heb ik geen idee van. Kijk je wel altijd naar de herdenking? Ja. Twee minuten stil. Ja, op 4 mei, dat NPO 1 gewoon op de Dam, daar kijken we wel altijd naar. Ja. De 2 minuten stil. Ja, ja. Ja. Ja, mooi. Dankjewel. Ja. Het wint snel ook. Ja. We kunnen ook gaan zingen met z'n tweeën. Duet, vind je dat? Nou. Ja? Kan je zingen of niet? Beetje. Ja? Wat voor muziek? Nou, rustige flows. Ja? Van die flow muziek, ja. Ik probeer wel een beetje... Maar zing je regelmatig? Eerlijk? In de douche. Ja, nee, maar je vindt het fijn zingen? Ja, ik vind het wel leuk, alleen... Ik doe het niet meer zo vaak, maar ik wil het een beetje gaan oppakken. Ja? Leuk om te horen. Ja. Wat voor gevoel heb jij hierbij? Ja. Ik kan... Ik vind... Weet ik niet zo echt. Het is een ander gevoel. Ik voel me niet zo gewoon. Ik besef wel dat dit allemaal mensen zijn geweest en dat dit gewoon... Het is gewoon erg dat het is gebeurd. Ja. Ik sta er wel bij stil. Ja. Ik denk wel altijd na van over al dit soort momenten in geschiedenis. Ja. Dan denk ik toch wel na over de Tweede Wereldoorlog en dan denk ik wel van dit is wel gebeurd. Er zijn wel echt zoveel mensen hier aan. Heb je daar wat van geleerd? Denk jij dat het gewoon nog een keer kan gebeuren? Ja. Dat we zo de hekel aan mensen kunnen hebben. Als je kijkt hoe wij met de vluchtelingen omgaan, niet iedereen, hoe moeilijk we het daarover doen, hè? Die ook vaak een stempel op krijgen. Is dat terecht? Nee, denk ik niet. Nee. Mensen vluchten ook uit een land. Dat was dus ook al eerder gebeurd met Oekraïne. Ja. Er waren
De bruine Oekraïners, ja, die mochten niet mee op de bus, nee, terwijl de rest wel mee mocht. En dat vond ik ook wel schrikken, dat racisme zelfs afspeelt tijdens een noodcrisis. Maar het is een heel mooi voorbeeld, want daar zeiden ze van ja, wij voelen ons meer verwant met de blanke Oekraïners dan met de donkere Oekraïners. Zo zie je hoe moeilijk de mensen in elkaar zitten. Trek je dat je aan? Eerlijk? Hoe bedoel je? Nou, gewoon je. Maar laat je dat je begint over de donkere Oekraïners. Dat raakt je direct. Dat je donker bent. Ja, ik... niet zozeer als mij. Het raakt mij niet zo. Nee. Maar ik vind het wel erg. Ik vind het wel echt erg dat ze... Maar waarom raakt het jou niet? Ben je daar tegen bestand? Dat je denkt van ja... Ja, het heeft ook denk ik te maken met mijn jeugd. Mijn ouders zijn zelf niet donker zoals ik. Dus ik heb mijn kleur heb ik nooit zo gezien. Als ik ben anders dan de rest of zo. Ja. Ik kijk meer van binnen. Hoe je gewoon zelf, hoe je mindset is. Dus ik denk niet echt zozeer in kleur. Nee. Maar mensen die niet de mindset hebben zoals jij, moet je die veroordelen omdat zij dat wel voelen? Ik kan wel goed voorstellen dat mensen zich achtergesteld voelen. Ja, ik snap wel dat je... Niet dat, omdat je kleur hebt, of omdat je Jood bent, of omdat je uit Syrië komt, of het is toch... Ja, het is te gek. Ik vind het te gek. Vind je niet als je erover nadenkt? En dan vraag ik me wel eens af, zit dat niet in de mens? Ja. Ik denk van wel, ja. Het heeft met eigen... wat ik denk is waar. Ik denk dat die en die niet waard zijn. Ik denk dat het daaraan... We luisteren niet meer naar elkaar. Nee. We praten niet meer met elkaar. Onder 2000 namen hier. Veel, hè? Ja, ik vind het echt veel, hoor. De mensen die dood zijn gegaan tijdens de slag. Zeg maar, de wereldoorlog. Ja, hè? Ik vind het heel erg. Maar vooral, nu zat ik gewoon te kijken. Ja. Maar die ene die, zeg maar... heel zeg maar verdrietig mag zijn, die kinderen. Ja. Ik vind het heel erg als iets zo gebeurt in het leven en kinderen zomaar doodgaan. Ik zag één kind van 1 jaar of één maand. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg, want hij is pas geboren, hij weet niks. Nee. Maar toch gaat hij dood door iets, zeg maar, een foutje of iets door, zeg maar, die oude mensen zou zeggen. Dus ik vind het gewoon heel erg, hoor. Ja. Laat ik zeggen, alleen omdat ze een Joodse moeder hadden. Of precies. Omdat ze Sinti-Rome hadden. Jij kwam uit Ghana, hè? Dat kan me herinneren, ja, hè? En toen vroeg ik aan jou, van hoe kijk je naar Engeland? Ja. Weet je nog, kan je nog even... Precies. Ja, ik vind het eigenlijk... Ze hebben iets gedaan in Ghana. Ja. Veel van mijn voorvaders zijn doodgegaan. Daardoor. Ja. Maar toch hebben we iets ook geleerd van. Ja. En ja, we groeien daarvan ook. Ik vind het wel erg, mijn voorvaders die dood zijn gegaan, maar ja, ik kijk niet naar hun net, ja, zeg maar belachelijk of zo, nee. Er is ook een leven na dat, vandaag. Precies. Het is gebeurd en nu leven we nu, zeg maar. Hoe gaat het met Ghana? Goed? Ja, hij gaat met Ghana goed. Ja? Onze financieel zit nog steeds, zeg maar, een beetje achter, maar ja, ik zie dat wel een beetje, zeg maar, opgroeiende komt in ons systeem. Maar toch vind ik wel, zeg maar, het kan wel beter worden. Maar er is niet zoveel geld, zou ik zeggen. Ja. Of zeg maar, dingen die je hebt nodig om alles te kunnen maken, is er niet daar. Ja. Maar ja. Gaan Ghanese regelmatig op de vlucht naar het buitenland? Ik ga vanaf de persoon. Hoe ben jij hier gekomen? Mijn moeder was hier al. Ja? En toen heeft ze ons hier gebracht. Ik en mijn broer hier gebracht. Hoe lang? Dus, ik ben nu 5 jaar Nederlands. Dus, maar wat spreek je mooi Nederlands? Dank u wel. Nee. Ik ging direct wel naar school toen ik hier kwam. Is ik dat belangrijk? Ja, ik vind het wel belangrijk. Als ik wel in een land zit, met andere taal moet ik wel leren hoe het taal zit en zo. Want dan is het makkelijker om met andere mensen te praten en zo op de straat. Want toen ik hier kwam dat ik de Nederlands niet kende, had ik heel veel moeite om dingen te kopen in de supermarkt of zo. Ik vond het gewoon, het was ook een beetje, zeg maar,
ja, bang om met andere mensen te praten, want ik wist niet wat ik moest zeggen tegen hun. Dus ja. Hoe voel jij je in Amsterdam? Eerlijk? Eerlijk? Ja. Eén, zou ik zeggen, was verdrietig om mijn familie in Ghana te laten. Ja. Maar ik was ook blij, want ik had niet met mijn moeder gewoond voor een paar jaar. Maar Nederland voelde best wel goed. Ja. Want met school en alles vind ik gewoon echt heel goed hier dan in Ghana. Je woont in Amsterdam, jij? Ja, precies. Ja, ik vind het gewoon. In Amsterdam ben ik, ja, ik heb wel in Amsterdam gewoond voor 5 jaar nu. Okay. Ik vind het best wel goed. Ja. Ja. En nu doe je opleiding verpleegkundig, hè? Precies, verpleegkundig, ja. Is dat een droom? Ja, ik heb wel een droom, ja? Hoor. Eerlijk gezegd wil ik wel een dochter worden, maar toen ik op die middelbare zat, moest ik wel MAVO leren. Ja. En dan als ik een dochter wilde, moest ik naar HAVO en dan. Dus dat is wel een lange weg, maar toen dacht ik, ik wil nog toch wel iets in de zorg doen. Dus ik dacht, misschien wel verpleegkundig, ja. Daarna kijk ik verder hoe het gaat. Het gaat goed op school? Ja, het gaat best wel goed. Ik vind het een hele leuke opleiding. Mijn tante is ook een verpleegkundige in Ghana. Dus ja. Ja? Ik vind dat wel een rolmodel voor me. Ik kijk. Dus als je hier afkomt, dan ga je terug naar Ghana? Echt, eigenlijk niet. Nee? Nee, ik ga zeg maar niet in Ghana blijven. Nee, maar gewoon om Ghana te helpen. Te helpen, dat wel. Maar niet zeg maar daar te blijven wonen. Dus, nee. Ja. Maar te helpen met. Ja, zorg en financieel. Als ik echt zeg maar een beetje geld krijg in het leven, ga ik gewoon gaan helpen. Want ik wil dat mijn land ook een beetje zeg maar opgroeit en zo. Dus, ja. Ik wens je veel liefde en geluk toe in Ghana. Dankjewel. En met Ghana. Donna. Donna. Woont Donna in Amsterdam? Amstelveen. Er wonen hier veel mensen uit Amstelveen. Ik kom uit Amstelveen. Hoor je, waarom is dat? Heeft dat met ROC top te maken, de locatie, dingen, buitenvelden, de Zuidas? Het was wel het dichtste bij, zeg maar. Van was dat belangrijk? En dan, ja, ik hou niet zo van reizen. Ja, ik ben ook jong geweest, hè, dus. Wat voor gevoel krijg jij hierbij? Ja, wel heftig. Het zijn veel namen, echt heel veel. Je realiseert je het nooit, hè? 102.000 namen hier. Nee. Kleine kinderen. Kan niet weer gebeuren? Nee. Ik denk dat er wel fouten zijn geleerd, zeg maar. Ja? Tenminste, niet zo dat er op een soort bepaald ras, dat dat zo erg uitgemoord kan worden, nee. Denk je dat de wereld elkaar daartegen beschermt? Nee, jij denkt echt dat gebeurt niet meer, dat doen we niet. Ja, nou niet op zo'n manier, denk ik. Ik denk wel dat het misschien nog een keer zou kunnen gebeuren, maar dan. Niet dat één iemand aan de macht staat en zegt van dat moet allemaal. Ja. Het denk jij jullie thuis altijd? Ja, we zijn altijd 2 minuten stil. Ja? Ja. Doet Amstelveen wat aan de dode en ding? Weet ik eigenlijk niet. Jullie kijken tv die op de Dam die uitzending. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk dat je de toekomst opneemt van kleine kinderen. Hè? Ook. Een kind van 1, 2, 3 jaar wat je hier dus ziet staan. Ja, die zijn gewoon allemaal weggenomen. Dus. Ja. En waarom? Wat hebben die nou gedaan? Helemaal niks, maar al die mensen eigenlijk niks. Ja. Nee. Ja. Maar als je dat een beetje kijkt aan deze tijd, als wij over een vluchteling nadenken, dan zetten we ook iedereen weg als gelukszoekers en weet je, toch wel. Hè? En er is natuurlijk ook veel ellende onder vluchtelingen, denk ik. Ja, zeker. Denk je? Met Oekraïne en Syrië en zo, ja. Ja. Sophia Roodveld, 17 jaar. Abraham Roodveld, 21 jaar. Abraham Roodveld, 86 jaar. Alida Roodveld, 1 jaar. Jacob Roodveld, 20 jaar. Philip Roodveld, 40 jaar. Selma Roodveld, 11 jaar.
Johanna Roodveld, 12 jaar. Bernard Roodveld, 13 jaar. Ja, verdwijnen, omdat, kijk, hij was een klein kind in de orde. Ja. Maar die generatie is er niet meer natuurlijk straks. Nee, en dan? Dan hebben we dit en dan hebben we straks een Holocaustmuseum. Ja. En dan hebben we... Dat moet de herinnering vasthouden? Ja. Herdenkingen op andere manieren inkleuren, nieuwe manieren van herdenken, bedenken. Verhalen blijven, geschiedenissen van die mensen blijven vertellen. Ja. En je afvragen waarom het vandaag nog relevant is. Waarom is het relevant? Kijk maar om je heen wat er in de wereld gebeurt. Ja. Mensen blijven elkaar dit aandoen. Het is een unieke gebeurtenis. Maar mensen blijven elkaar dit aandoen. Maar, proberen maar van als het nou toch gebeurt. Dus het is niet gebeurd om er iets van te leren. Maar nu het er toch ligt, is het wel goed om je af te vragen wat wij eruit mee kunnen nemen over hoe je niet met elkaar moet gaan. Ja. Wat me hier opvalt, ik ben hier al een paar uur, want dat vind ik altijd heel mooi om te kijken, een beetje de sfeer, hoe mensen een beetje kijken. Ja. En dan zie je toch die jongere mensen, toeristen, mensen uit Nederland, jongere mensen. Ja. Maar je ziet weinig mensen uit Amsterdam. Of de mensen die hier, die zijn er veel, mensen die een naam zoeken. Eigen familie zoeken, ja. Ja, toch. Dan krijgen we wel voor elkaar met het Holocaustmuseum erbij, met dan krijgen we wel rond, mensen komen wel, dat gaat wel lukken. Ja. Ik ben daar wel optimistisch over. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je moet weten. Nee, ik schoon. Ja. Dat is een vriendinnetje, een beetje heet ze. Ja. En die is afgevoerd, de hele familie. Zij staat hier ook. En ze had alleen nog een boekje van haar. En het boekje heb ik gekregen van haar. Ja. En met het boekje ben ik naar kamp Westerbork gegaan. En toen mocht ik in de archieven snuffelen. En toen heb ik de verbinding gemaakt. Dus een beetje heeft een huis gekregen en een naam gekregen en een gezicht gekregen. Mooi zo. Dus dat vind ik, het gaat niet om mij. Maar je hebt een mooi aantal mooie projecten. We krijgen de, weet je, het is lang geleden voor jonge mensen. Maar je kan door die persoonlijke dimensie eraan toe te voegen, kun je de mensen al raken. Ik merk dat iedere keer weer. Maar je moet ze bereiken, ja, via scholen, via van alles. Dat is geen kleinigheid. 102.000 mensen. Van de 140.000. Ja, dan kijk je naar die namen en dan zie je gewoon... het is allemaal even erg, vind ik hoor, dat gaat even doen. Maar je ziet kinderen van 7, jonge mensen. Van 7 maanden. Wat hebben die gedaan? Jacques Gishaver stond hier op een gegeven moment en die vertelde aan zijn meisje van een paar maanden. Hij zegt, het kind heeft zijn eerste verjaardag. Zegt een kind zegt tegen hem, het kind heeft zijn eerste verjaardag niet kunnen vieren. Ja. Ik bedoel, dat is, je kan je helemaal niks meer voorstellen. Maar wat hebben die nou gedaan? Wat? Niet? Alleen omdat ze een Joodse moeder hadden? Ja, dat is een Jood, dat is genoeg. Ja? Het is toch een wreedheid, je kan dat niet voorstellen, hè? Nee, maar het is wat mensen elkaar aandoen. Hè. Kijk, ja. Nee, je kan het je ook niet voorstellen. Maar goed, de reden te meer om bij stil te blijven staan. Ja. En kijk wat er nu in de Oekraïne gebeurt, weet je. Wat er in, op allerlei plekken in de wereld gebeurt. Er zijn sinds die tijd alweer volkerenmoorden geweest. Ja. Het is een bepaalde wreedheid. Als je kijkt naar het Joods cultureel kwartier, ik vind dit zelf een hele verdrietige stadsdeel aan het worden, deel van de stad. Nou, als je ziet wat er nu gaande is, hè, de laatste 10 jaar, ja. Dan zie je dat met die generatie van mensen die er straks niet meer is. De Salem Mullers van deze wereld en de jonge mensen die jong waren. Ja. Dan hoop ik dat die 120 worden. Ik hoop voor iedereen dat die 120 wordt. Dat is een oude Joodse wens. Maar we weten dat zelfs de kinderen uit de oorlog, die zijn in de 80. Straks is die generatie er niet meer. Dus de natuurlijke eigenaren van die geschiedenis, die zijn er straks niet meer. Ja. Je hebt nu het Namenmonument hier, je hebt al heel lang het Spiegelmonument in het Wertheimpark. Ja. Wij zijn nu bezig om op de Plantage Middelaan het National Holocaust Museum te openen als deel van het Joods Cultureel Kwartier. Dat wordt, ik heb daar, en we gaan daar in maart 24 open. Ja. Dan zijn er nog een heleboel kleinere monumenten rondom het stadhuis zijn er twee. Je hebt de Uilenburger Synagoge.
En al die verhalen, hebben, al die geschiedenissen hangen natuurlijk samen met die oorlog. Maar er is natuurlijk ook gewoon Joods leven geweest voor die oorlog, ja, waar je op in kan zoomen. Ja. En er is ook Joods leven na die oorlog. En voor ons is het de opgave om precies het evenwicht te bewaren tussen die twee. Ja. Dus wij, als wij straks het Nationaal Holocaust Museum openen, dan wil ik in dat Joods museum nog meer dan vroeger ook Joods leven laten zien. En niet alleen Joodse geschiedenis, maar ook gewoon Joods leven. En het feit dat er nog een Joodse gemeenschap is, en het feit dat er Joodse kunst gemaakt wordt, en het feit dat we, ja, dat Joden een rol spelen in het maatschappelijk debat, in de maatschappelijke ruimte. Dat zijn, ja, dingen die ik vind belangrijk. Ja. En dat is voor ons een opgave. En dan, het is juist de kunst om dat evenwicht tussen die twee dingen te bewaren. We hebben meer dan 400 jaar wonen de Joden in Amsterdam. Ja. En daarvan waren 5 jaar, als je 7 jaar nazi-overheersing in Duitsland erbij optelt, 12 jaar verschrikkelijk, 33, 45. En natuurlijk is die hele, alles, iedereen die overleefd heeft, is daarna getekend. En de generaties daarna zijn allemaal getekend door die oorlog. Ja. Maar ze hebben ook verder geleefd. En je moet dat verder leven ook wel laten zien. En niet alleen maar koppelen aan die oorlog. Maar ook gewoon aan, weet ik veel, de Joodse sportvereniging. En de Joodse school. Ja. En er is natuurlijk van alles aan de hand. Want je kan niet naar een Joodse school zonder dat er maar zo'n 7 de deur staat. Vind je, als je daarover nadenkt, is het niet iedereen triest? Of hoort dat gewoon bij een onderdeel van Jood zijn? Nou, triest weet ik niet. Je kan, ja, natuurlijk is het triest. De geschiedenis is triest. Die geschiedenis is triest, maar dat jouw dagelijkse Joodse leven is niet triest. Er zijn bruisende Joodse families, bruisende, ja, Joodse verenigingen, mensen die een volkomen ongecompliceerde Joodse identiteit hebben, die daar pal voor staan. Ja. En je wilt niet hebben dat mensen een beeld krijgen dat de Joden gebukt gaan door, nee, het leven. Nee, helemaal niet. Er zijn heel dat veel Joden die dat helemaal niet hebben. Nee. Wat niet wil zeggen dat die oorlog niet bij iedereen in die familie aanwezig is. Ja. Een onderdeel van hun leven is van hun leven is geworden. Maar niet, ja, het is niet een. Kijk, en als ik hier loop en ik loop hier langs de schrijvers, dan weet ik dat ongeveer de helft van mijn familieleden zijn. En dan realiseer, ja, ik me ook wat de weg is. Natuurlijk. Ja. Ja. Natuurlijk realiseer ik me dat. Ja. Maar ik sta hier. Ik sta hier met de bedoeling om die Joodse geschiedenis in Amsterdam en die Joodse cultuur in Amsterdam zichtbaar te houden. Ja. Dat gaat voor mij niet alleen over 5 jaar Tsoros, over 5 jaar ellende. Nee, het gaat over 400 jaar. Het gaat over 400 jaar in totaal, ja, en het gaat ook over morgen. Het gaat niet alleen over gisteren. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. En dus ik weiger, zou ik bijna willen zeggen, dat is heel bot zou moeten zeggen, ik weiger om die oorlog tot wat we zeggen, definitieve, beslissende, ja, definiërende. Het beeld van Joden zijn die 5 jaar. En dat speelt, dat weten we. Ja. Maar het is, ja, niet terecht. Want, ja, weet je, die mensen, maar is dat die het beeld wat de mensen eraan geven? Nou ja, de mensen, ik weet niet. Ja, nee, maar ik kom uit Amsterdam, dus een paar grote woorden. Nee, maar wij zijn er ook. Nee, maar kijk, wij zijn er ook om dingen in evenwicht te houden. Kijk, je kan de mensen niet kwalen. Het is zo'n grote gebeurtenis. 6 miljoen mensen die vermoord, ja, zijn. 102.000 Nederlanders van, ja, 175% van alle Joden. Die vermoord zijn. Gewoon, ja, omdat ze Jood waren. Om geen enkele andere reden. Ja, ja, dat is, dat kun je nooit kleiner maken dan het is. Dat moet je helemaal niet willen. En dat wil ook helemaal niemand. Maar die mensen, als er iemand op zijn, waar wij ontzettend voor uitkijken, ook in dat museum, is die mensen die hier aan die, op die muur, als ik zo voor me kijk, 35 jaar, 37, ja, jaar, 54 jaar. Ja. Die mensen die hadden allemaal, voordat ze tot slachtoffer gemaakt werden, hadden echt doodgewoon leven, net als jij en ik. Dat waren mensen die hadden een normaal, een rijk leven, een slecht leven, een moeilijk leven, ziekte, geluk, huwelijk, kinderen. Ja, ja. Alles wat een normaal leven uitmaakt, dat, ja, hadden deze mensen ook. De mensen die het overleefd hebben, die hadden ook een leven daarna. Die hebben gezinnen opgebouwd, die hebben een zaak opgebouwd. Die hebben, ja, natuurlijk moeten vechten om dat te verwerken. Ja. Maar die hebben daarna ook een leven. Dus waar je voor moet waken, waar wij met z'n allen, de maatschappij, ja, voor moeten waken, is dat we die Joodse geschiedenis en Joden in Nederland niet reduceren tot die 5 jaar. Beperkt tot die 5 jaar, ja, want er is veel meer. Er zit veel meer voor en er zit van alles en naar. Veel toekomst is er. Dus dat ik zag gisteren u in de documentaire van de EO. Ja, precies. Nou ja, daar probeer ik dat ik kan iedereen aanraden om die te zien. Ik ook. Van Jansen. Van harte. Ja, er zijn mooie. Het is een mooie documentaire. Het is een mooie documentaire. Er wordt ook een mooie evenwicht. Maar je ziet ook hoe moeilijk het was, die naoorlogse verwerking. Ja. Je ziet hoe moeilijk, ja, hoe complex het is dat
hoe ingewikkeld Nederland ermee omgegaan is. Hoe de Joodse groep, ja, ook gewoon binnen zichzelf, mensen dachten er ook niet allemaal hetzelfde over. Sommige mensen die keken alleen maar vooruit, andere, weet je, in ieder Joods gezin. Wat ik wel eens gezegd heb, is als het in ieder Joods gezin was die oorlog aanwezig. Ja. Ook als die aanwezigheid bestond uit volledig zwijgen. Dan was hij er nog. Ook als het er nooit over gesproken werd, terwijl je wist dat je vader dat kamp overleefd had, of terwijl je wist dat je moeder uit die onderduik kwam, en er werd nooit over gesproken, was het natuurlijk iedere dag. Die hele familie is weg. En in andere families werd er alleen maar alles gerelateerd aan die kamp. Ja. En aan wat er gebeurd was. En alles wat daartussenin zit. En natuurlijk heeft dat een enorme invloed op die mensen gehad. En er zijn van al die overlevenden, natuurlijk heeft iedereen daar op zijn eigen manier mee gedeeld. Is er vanuit de Nederlandse samenleving in de eerste 20, 30, misschien 40 jaar gedaan alsof het helemaal niet anders was dan wat de Joden, dat de Joden niet wat anders ervaren zouden hebben dan de niet-Joden. Onvoorstelbaar. Ja. Maar weet je. Maar hoe komt dat? Want dat valt mij ook op met het teruggeven van goederen en alles, de schilderijen. Voor mijn ervaring, tenminste zo voel ik dat de laatste 10 jaar daar pas werkelijk voor gevochten is. Nou, die restitutie die loopt al sinds eind jaren 90 eigenlijk. Ja. En de eerste grote casus was uit mijn hoofd in 2006. Maar in ieder geval in het eerste decennium van deze eeuw. Ja. Met die grote goudstukken teruggraven met honderden schilderijen. En Nederland heeft al vrij snel de principes van teruggaven van kunst onderschreven. Maar er is altijd bonje over. En we hebben afgelopen jaren is dat restitutiebeleid van grote kunst is weer herzien. Ja. En daar is weer. We zijn nu weer terug op het idee dat als het aannemelijk is. Dat is 75 jaar geleden. Ja, maar goed, weet je. En dat praten we over restitutie. Ja, maar er is heel veel onbekend. Kijk, het heeft twee kanten. Er heeft het Nederlandse verhaal, het niet-Joodse Nederlandse verhaal, want de Joden zijn ook Nederlanders, maar het niet-Joodse Nederlandse verhaal, dat er heel lang gedaan werd alsof het allemaal, we hebben het allemaal moeilijk gehad, hou je mond. Dan kregen Joden in 1949 de kans om 3 weken ergens te kijken of de spullen van thuis waren. En als ze dat niet deden, was hun recht verlopen erop, leek het aan. Nou, dat is nu echt aan het veranderen. Nu is het zo dat als aannemelijk is dat, dat iets ontvreemd is, of er niet meer is, als gevolg van de inwerking van het naziregime, dan moet het terug. Nou, daar hebben we een restitutiecommissie voor. Nou, dat is, op een gegeven moment schoof dat op. En die zegt, ja, maar het is toch wel een heel belangrijk schilderij. Hangt al 50 jaar in het stedelijk of hangt al 50 jaar ergens anders. In een ander museum. Dat hebben we nu helemaal weggezet. Ja. Dus die en de stedelijk heeft het netjes teruggegeven uiteindelijk, die Kandinsky. En er zijn allerlei andere. En de stedelijk heeft ook normaal meegewerkt eraan. Uiteindelijk gaan we zijn echt op de goede weg wat dat betreft. Maar we zijn er nog lang niet. We praten over 75 jaar geleden. We praten over 75 jaar geleden. Ja, maar het heeft ook die eerste generatie, die kon ook helemaal niet terugkijken. Die eerste generatie overlevenden, die ging ook vooruit. Het is normaal, dat zie je ook in de jaren 80, dat de mensen die toen als jonge volwassenen terugkwamen, die zijn gaan werken, die hebben gewerkt en die krijgen hun trauma. Dat komt vaak pas, plopt dat eruit op het moment dat ze met pensioen gaan. Ja. Die kinderen, die niet met hun kinderen, die in de jaren 50, 60 geboren zijn, zoals ik, die het trauma van hun ouders zien, maar die zelf niet die ervaring hebben, maar wel dat meegekregen hebben. Ja, die spreken zich wel uit. Ja. En de volgende generatie, die spreekt zich ook uit. Ja. Dus het is het is ook misschien wel een normaal proces. Dat als het trauma zo groot is, dat je niet durft. Dat je dat gewoon niet aandurft. Het is voor mij veel makkelijker om over het trauma van mijn vader te spreken dan het voor mijn vader zelf was. Ja. 4 mei is de herdenking. Ja. Misschien een moeilijk onderwerp. Vroeger was de 4 mei, denk ik, was gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is helemaal opgeschoven. Ja, en kijk, daar maak ik mij zorgen over. Ik vind de keuze van het Nationaal Comité om te zeggen, iedereen die in de krijgsdienst is gevallen, want daar gaat het dan om, daar kan ik nog wel inkomen. Want maar het is op zichzelf wel
belangrijk om aan elk van de groepen die op een bijzondere manier geleden heeft, ja, de Joden, de Indische Nederlanders, homoseksuelen, alle mensen die geleden hebben onder dat zijn steeds heel erg in groepjes duwen nu, maar mensen die, laten we zeggen, meer dan gemiddeld geleden hebben, om die apart te benoemen tijdens die nationale herdenking, dat vind ik van enorm belang. De Joden hebben hun eigen herdenking, er is een herdenking van 15 augustus voor de Indische Nederlanders, die wordt ook steeds belangrijker, die herdenking. De Yom HaShoah, de Joodse herdenking, de internationale Joodse herdenking, de Auschwitz Memorial Day op 27 januari, die dagen worden allemaal belangrijker. Ze worden niet onbelangrijk, ze worden belangrijker. En die bestaan naast die 4e mei. Je moet het inderdaad niet dunner maken dan het is. Dit gaat over de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar als je wil blijven herinneren, dan zou je die 4 mei moeten koppelen aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar dan moet je ook. Maar dat is niet genoeg. Want dan houdt iedereen keurig 2 minuten zijn mond. En dan kijkt hij die avond misschien nog naar een oorlogsfilm. Ja. En dan gaat hij weer over tot de orde van de dag. De echte opgave die ligt wat mij betreft bij de educatie, bij de school. Als nu een kind, ik geloof dat 60% het is nog meer. Ik geloof dat verreweg het grootste gedeelte van de kinderen in de VMBO-scholen, niet alleen VMBO-T, maar ook KS, die krijgen een paar uur geschiedenis. Die doen geen eindexamen geschiedenis. Dus dat is de kunst. Die scholen moeten hier komen, die moeten bij mij bezoeken komen. Komen ze ook, maar dan moeten er nog veel meer. En we moeten dat mogelijk maken, we moeten die scholen mogelijk maken. Want uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon kennis hebt. Maar waarom is Shoah een verplicht vak in België? Nou ja, en in Nederland niet? We zijn nu volop door het meest recente onderzoek ook, waar we een paar keer achter elkaar onderzoeken gepubliceerd, waaruit blijkt dat jongeren steeds minder weten. Gevolg daarvan is dat er nu een steunpunt in de gemeente Amsterdam komt voor holocaustonderwijs. Het gevolg is dat de burgemeester van Amsterdam met een groep jongeren bij wijze van voorbeeld een Auschwitzreis gaat maken. Er zijn gesprekken met het ministerie van Onderwijs om te kijken hoe we dat onderwijs kunnen verbeteren. We zijn in gesprek met de gemeente om te kijken wat we nog in de richting van ambtenaren kunnen doen. Dus het feit dat er een paar keer alarm geslagen is, heeft ertoe geleid dat er zowel op het niveau van de nationale overheid als van lokale overheden nu het besef is dat we te ver zijn doorgeslagen in geen onderwijs geven. Maar blijf staan, waarom in België wel, in Nederland niet? Ja, omdat ze daar eerder alarm geslagen hebben dan hier in Nederland. Ja. En wij ook wel een jaar of 10 geleden ons uiterste best gedaan hebben om het geschiedenisonderwijs zoveel mogelijk uit te kleden. Het is een probleem van het onderwijs. En dat probleem moet je niet neerleggen bij de onderwijzenden, want die doen hun uiterste best. Ja. Het is een probleem van de manier waarop wij als natie ons onderwijs inrichten. Nou ja, dat zijn politieke besluiten dat die ertoe geleid hebben dat er steeds minder een gewone HAVO-scholier, VWO-scholier, die krijgt 2-3 uurtjes les over de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar zit een uurtje holocaust in. Ja. Ja, dat is echt niet genoeg. Maar dat is dat concurreert met de Franse Revolutie en met de slavernijgeschiedenis en met de middeleeuwse geschiedenis en met moet allemaal tegelijk. Ja. Dus ja, in die context is het ondergesneeuwd. Nou, we zijn nu denk ik niet zo ver af van het moment. Binnenkort wordt er een hoogleraar holocaustonderwijs benoemd in de Universiteit van Nijmegen. Het besef dat we zijn doorgeslagen in het niet onderwijzen over de oorlog, dat lijkt door te dringen. Ik ben gematigd optimistisch over de toekomst. Ja. Ja. Moet allemaal nog blijken, maar de intenties zijn goed. Waarom moeten we dit nooit vergeten? Waarom moet iemand naar de provincie, naar het Holocaust Monument gaan? Omdat hij hier ziet wat er gebeurt als je een groep mensen anders behandelt dan de anderen. Als je hier ziet wat er gebeurt als je een groep mensen apart zet. Omdat je hier ziet wat er gebeurt als je een groep mensen uiteindelijk hun menselijkheid ontneemt. Ja. Uiteindelijk is de Holocaust een toekomstafpakt. Nee, maar het gaat een stap verder. Het is een proces van ontmenselijking. Dus op het moment dat je wat er hier zo sterk is, wat ik hier in dit namenmonument goed vind, is vroeger werd er herdacht 102.000 Joden, 6 miljoen Joden. Dat zijn getallen, daar kan niemand iets mee beginnen. Nee. Wat je hier ziet zijn 102.000 individuele steentjes. Ja. Dat zijn allemaal mensen. En je kan elk van die mensen kun je bestilstaan. 23 jaar. Kijk voor mij, 61 jaar, 23 jaar. En daar kun je allemaal mee verbinden. Ja.
via de namen die je misschien kent, via het, als het familie is, is het natuurlijk sowieso, dan is het gewoon een grafsteen die je plotseling ziet voor andere mensen. Maar je doet dat in dat geheel van die 102.000 mensen die een tijdbestek van 2 jaar, eigenlijk 42 uit die Nederlandse maatschappij zijn weggesneden. En daar zit een proces aan, is daar aan vooraf gegaan waarin je mensen rechten ontneemt, eerst apart zet, rechten afneemt, isoleert, ontmenselijkt, hun menselijkheid ontneemt en vervolgens vermoord is. En het is niet zo dat we als mensheid niet vergelijkbare processen weer zien. Die leiden tot andere resultaten, maar als wij... Waarom leren als iemand, wij daar niet van? Wat is dat toch mis met ons? Dat is de menselijke natuur blijkbaar. Ja? En dat is blijkbaar ook het feit dat we te lang toekijken, want daar gaat het natuurlijk ook over, te lang toekijken op het moment dat het allang misgaat. Ja. Als wij tolereren dat iemand, als wij tolereren dat vluchtelingen, Afrikaanse vluchtelingen op een bootje in de Middellandse Zee dobbernegen genoemd worden, dan, zolang we, als we dan, natuurlijk leidt dat gelukkig tot een heleboel ophef, maar een maatschappij waarin dat kan, er wordt een bepaald beeld gecreëerd wat op maat geaccepteerd wordt. Iedereen die hier naartoe komt een gelukzoeker is. Ja. Sorry, iemand die op een bootje in... Er zullen ongetwijfeld gelukzoekers tussen zitten. Ja. En er zullen mensen tussen zitten die niet deugen. Maar ik beweer dat het verreweg het grootste deel van de mensen die op die bootjes zitten hier naartoe komen. Omdat ze denken dat ze hier een beter leven kunnen opbouwen. Nou, daar hebben we dan een systeem voor bedacht waarin je beoordeelt of iemand het wel of niet kan. Dat zou allemaal veel sneller kunnen. Maar... Het feit dat je durft om daar zonder dat je informeert meteen iets van te vinden en dat weg te zetten als allemaal nonsens. Die mensen die zijn niet anders dan een vluchteling die in 1938 vanuit Oostenrijk naar Nederland komt. Omdat hij zich omdat hij bang is van wat de nazi's gaan. En je ziet wat er kan gebeuren. Ja. Je ziet wat er kan gebeuren. En we kijken met z'n allen. We kijken allemaal af en toe. Het is veel makkelijker om de andere kant op te kijken. Dan om je uit te spreken. Het is vaak ook heel moeilijk om je uit te spreken. Kijk naar de situatie nu met Rusland en Oekraïne. Ja. Ja, het was een stuk van Dirk Sauer. Die zegt dat de mensen in Rusland die er nog zitten zich niet durven uit te spreken. Dat begrijp ik nog, want er zijn er al 20.000 opgepakt. Maar die Russen die gevlucht zijn, die hoor ik ook niet. En die lopen wel in vrijheid. En wat vind ik daarvan? Ik ben helemaal niet in de positie om er iets van te vinden. Ik strap straks in de auto en rijd naar huis. Ja. Ik ben zo vrij als wat. Ja. Maar begrijpen wij die vrijheid wel? Ja, niet voldoende, maar daarom moet je hier naartoe. Dat is het antwoord op de vraag waarom je hier naartoe moet. Hier heb je het antwoord. Ja. Wij moeten vrijheid begrijpen. Ja. Ja, en daarom, vrijheid begrijpen als we hier zijn. En daarom 4 mei om de mensen te herdenken. En 5 mei dat we er in vrijheid over kunnen spreken. Maar we moeten niet net doen alsof het een unieke gebeurtenis was in de wereldgeschiedenis, dat is het wel, maar alsof dit soort zaken niet nog steeds aan de hand zijn, want dat zijn ze wel. En als je dat niet durft te benoemen, hoef je van mij, wat mij betreft, herdenk je, ik heb het wel eens geschreven ook, als je dat niet benoemt, als je niet benoemt dat dit het gevolg is van ongelijkheid, dit het gevolg is van ontmenselijking, en dat die processen vergelijkbaar zijn met, weet ik veel, homofobie, positie van vrouwen in maatschappijen. Als je dat niet durft te benoemen, dan herdenk je uiteindelijk voor de bühne. Ja. En logisch de kans dat hier gaat gebeuren heel groot. Er gaat niet precies hetzelfde gebeuren, maar dan gebeurt er weer wat anders. Ja. En dat kan net zo erg zijn. Ja. En het is al gebeurd. Er zijn alweer tienduizenden mensen, de honderdduizenden mensen vermoord om wie ze waren. Niet zo geïndustrialiseerd als de nazi's het gedaan hebben, maar weer anders. Ja. En ik weiger mee te gaan in die... ik weiger mee te gaan in wat je in het Engels die Olympics of Suffering noemt. Dus die soort Olympische Spelen van wie het ergste geleden heeft. Ja. Nee, dit is wat mensen elkaar aandoen. Ja. En dit is wat het ultieme gevolg is, want dat is het wel. Het ultieme gevolg is wat er kan gebeuren. Wat er kan gebeuren. Als mensen, andere mensen, hun menselijkheid afnemen. Ja. Dat is waar dit over gaat. En daarom moeten we 4 mei weer. Ik vind het heel mooi. Ik vind het mooi om hier te zijn in Antwerpen. Nou, u bent heel erg welkom. Ja, maar ik vind het af en toe verbazingwekkend dat mensen juist goed. Ja. Dat is mijn valse bescheidenheid, denk ik. maar mensen die andere mensen... komen interviewen, zijn ook geïnteresseerd in wat er rondom is.
Daar begint het altijd mee, hè? Tuurlijk. Als het alleen maar is om... Ik moet een stuk schrijven en ik wil een paar vragen stellen, ja. Dat is een mooi bruggetje naar... u vertelde mij net dat de Shoah... Ja. Dat een verplicht vak in Antwerpen is. Niet in Antwerpen. Heel België is dat aangenomen als een vak in de leerpakket. Wat is de Shoah? De Shoah is hetgeen gebeurd is in de oorlog tegenover de Joodse mensen. Ja, maar nu vertelde u mij net dat als je kan dus lesgeven. Ja, je kunt het uitleggen, maar je kunt ook een film laten zien. Ja. En dan hebben de kinderen een film gezien in hun ogen, maar niet de Shoah gezien. Nee. Of iets erover geleerd. En begrepen. Ja. Begrepen wat de Shoah is. Nou, begrijpen. Daar moeten ze meer dan één les voor krijgen. Hè? Ja. En ik weet niet hoeveel lessen dat ze er moeten over vertellen. Ja. Maar er zijn leerkrachten die erachter staan. En die ook de kinderen meenemen naar de docentkazerne. Van waaruit de Joodse mensen afgevoerd zijn. Dat is in Antwerpen hier? Nee, dat is in Mechelen. Mechelen. In Mechelen. En van daaruit zijn ze naar Auschwitz gevoerd. Hm. Of naar andere kampen. Merendeels zijn naar Auschwitz gevoerd. De Belgische mensen. Hoeveel mensen zijn er? Weggevoerd. Ja? Uit Antwerpen zijn er over de 10.000 Joodse mensen weggevoerd. Ja. In het totaal uit België is het bijna 26.000. Ja. En er zijn maar 1.200 die teruggekomen zijn. Ja. U geeft ook les op? Of u geeft ik geef geen les, ik geef voorlichting. Ik ga mijn verhaal en dat van mijn echtgenoot ga ik aan alle scholen... Of het nu Nederlands, Franstalig, Engelstalig of Duits scholen zijn, ga ik vertellen als ik uitgenodigd word. Wat is uw verhaal? Mijn verhaal is een verhaal van twee Poolse ouders. Ja. Mijn vader is naar België gekomen om zich te laten trachten te genezen, wat ook gelukt is. Want mijn vader had huidkanker. Ja. En in Polen toen, in 1921, wisten de artsen helemaal niet wat hij had. Hier was een professor van Runkelen en die was gespecialiseerd in huidziektes. Had zijn eigen hospitaaltje en heeft mijn vader 2 jaar behandeld met radium, speltjes gedompeld in radium. En wat er overbleef was net of dat hij zijn eigen had verbrand. Ja. En mijn vader werkte op de markten toen. Hij is eerst terug naar Polen gegaan om te huwen. Is terug naar hier gekomen omdat zijn oom beloofd had van werk voor hem te zoeken. En hij heeft een leurderskaart gekregen en mocht dus op de markten staan. Ja. Maar die werden gehouden achter de kerken. Ja. Dus in elk dorp was een kerk. Achter de kerk was altijd 1 of 2 cafés. En daar moest hij een tafeltje gaan lenen om zijn goederen op te leggen. Ja. Het was de ene week dit, de andere week iets anders. Maar dat maakt dat hij elke week naar hetzelfde café ging om daar een tafel te lenen. En daar kenden ze Jacob met het verbrande gezicht heel goed. Dat heeft mijn ouders geholpen in de oorlog, toen ze gingen vluchten uit Antwerpen, om daar te kunnen onderduiken in die verschillende cafés. Ja. Want mijn ouders hebben op 15 verschillende onderduikplaatsen geleefd. Ja. Op 3,5 jaar tijd. Ik vraag, realiseren we onze gevolgen daarvan? Ja, wat het met een mens doet? Ja. 15 keer ondergedoken zitten in 3 jaar tijd. En overdag niet buiten komen. Dat bedoel ik, ja. Enkel in 's nachts. Ja. Die mensen zijn heel stille mensen geworden na de oorlog, toen ik ze terug ontmoet heb. Want wij waren op onze eerste onderduik. En de mensen die ernaast woonden, waren kruideniers, hadden een kruidenierszaak. Dat zijn de beste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. Die hadden geen kinderen. Dat waren Charles en Anna Jacobs van Dijk. U kunt straks een foto van hun maken. Die mensen hadden geen kinderen. En Anna had 3 katten. En tussen de muur van het huis waar wij ondergedoken zaten, bij Poldien, en het huis van Anna en Charles, in die muur was een gat in. Nu, toen wij er zaten, mijn vader en mijn moeder,
konden niet naar beneden komen, want het was een café-pension. Er was altijd volk. Mijn twee broers mochten niet uit de kamer, want die hadden donker haar. Ik was uitzonderlijk. Ik had blond haar, want mijn opa was zoals u, ros. Dus ik ben er blond uitgekomen. Ik kon naar beneden. Ze dachten allemaal dat niemand zou weten dat ik een Joods kind was. Ja. En ik mocht op die koers spelen. Ja. En op een dag, toen Anna het eten op de grond zet voor de katten, dat ze klaargemaakt heeft, hetzelfde wat er overbleef van het eten van haar en haar exgenoot, ben ik dat eten gaan pikken. Maar ik weet niet dat Anna achter het gordijn staat. En mij ziet en gelukkig direct ontdekt of begrijpt. Nou, dat kind moet eten tekort hebben, die heeft honger. Ja. Anders doet ze dat niet. Nee. Een kind van 2,5 toen, die heeft ook ouders. Dus Anna zal mij vanaf die dag eten uit de winkel meegeven voor mijn ouders, voor mijn broer en voor mij. En wij zullen verraden worden. En op het moment dat we verraden worden, hebben we geluk. Want als de officier, de Duitse officier, die achter ons huis in de depot gekazerneerd zijn, ja, als die naar de burgemeester gaat om te zeggen, u moet die gaan ophalen en naar Mechelen nemen, heeft hij een zoontje van 12 jaar. En hij stuurt dat zoontje naar Charles, de kruideniersman. Want Charles, en dat weet ik pas enkele maanden, ja, was bij de weerstand. Oh. Dus Charles komt bij ons en hij zegt, meneer en mevrouw Schlusny, neem u twee kinderen, de grootste jongens, want ik had twee broers, 1 3 jaar, 1 6 jaar ouder als ik. Neem wat je dragen kunt, wat jullie meegebracht hebben uit Antwerpen. Ga langs de achterdeur, zo vlug mogelijk weg. Want de burgemeester gaat langs de voordeur komen. Ja. Maar er staan altijd mannen in het café. Dus hij moet die eerst controleren. Jullie hebben tijd genoeg om vlug weg te gaan. Wil je, dan laat je de kleinste bij ons. Heb je een goed onderduik waar je veilig voelt, dan kom je ze halen. Want dat halen is nooit gebeurd in 3,5 jaar. Want ze hebben 15 keer veranderd van onderduik, enkel 's nachts. Overdag kwamen ze niet buiten. Dus zijn me nooit komen halen. Ik ben een heel gelukkig kind gebleven bij Anna en Charles. Ja. Ik mocht daar rondlopen in de winkel. Ik was blond. We dachten allemaal, niemand weet iets. Nee. Wat heeft de oorlog met u gedaan? Ik heb van de oorlog bijna niets meegekregen. Nee. Omdat ik te jong was. Ja. Maar u bent wel nog steeds heel actief bij de jeugd om het over te brengen. Ja, omdat ik vind dat die rechtvaardigen, want ja, die mensen zijn benoemd door Yad Vashem, door Israël, als rechtvaardig tussen de volkeren. Dat mag nooit of nooit vergeten worden. De goedheid van die mensen, ja, dat mag nooit vergeten worden. Daar hadden we toen straks over. Ja, over de goedheid. De goedheid van mensen. Dat, ja. Ik vind dat zo'n mooie zin. Wie is daar nog mee bezig, denk ik wel eens? Heel weinig mensen. Heel weinig mensen. Ja. Ze zijn met hun eigen problemen bezig. Ja. Met het eigen wat ze graag willen, wat ze willen doen, ja, wat ze willen hebben. Maar degene die naast hun op straat naast hun voorbij loopt en dikwijls hulp nodig heeft, dat zien ze niet meer. Je kijkt nog op naar anderen. Nee. Zonder. Ik kan nu zonder de goedheid. Ja, ik kan nu een kleine anekdote vertellen. Ja. Ik kom hier enkele jaren geleden, ja, toe om naar huis te komen. En ik zie een meneer rondlopen van rechts naar links op straat. Ik denk, ja, die zoekt iets, die is het verloren. Ik ga vragen of ik kan helpen. Kende die meneer niet? Nee. Ik zeg, kan ik u helpen? Is er iets? Hij zegt, ja, ik heb mijn auto dichtgeklopt en mijn huissleutels zitten erin en ik kan er niet meer in. Ja. Die meneer woonde in de volgende building hier naast mij. Ja. Maar ik kende hem niet, want ik kende mensen hier in het gebouw, maar niet ernaast. Ik zeg, luister meneer. Ik zeg, ik ga naar iemand bellen, maar ik ga in een vreemde taal spreken.
dat u het niet begrijpt. En ik bel de jonge Joodse mensen op die de Joodse mensen helpen als er iets verkeerd is. Als de deur dicht... Maakt niet uit, maakt allemaal niet uit. Mijn kleindochter heb ik buiten gesloten. Ik heb de sleutel op de deur laten zitten. Ik kan gewoon. Dat kan er niet in. Maakt niet uit. Sorry, forgot that you were outside. Voilà. Er is hier een organisatie in Antwerpen die evengoed mensen komen helpen. Bijvoorbeeld als ik de deur dicht doe en mijn sleutel zit erop. Dat is een jonge organisatie? Dat is een jonge organisatie. Ja. Maar is dat een jongere organisatie of een jongere Joodse organisatie? Een jonge Joodse organisatie. Ja. Die voor mij tot toen dacht ik... enkel de Joodse mensen helpen. Ja. Dus ik bel en ik spreek in het Hebreeuws. Ja. En ik zeg, ik heb hier een meneer die naast me woont. Hij is niet Joods, maar hij heeft zijn sleutels in de auto. En ik krijg als antwoord, wacht u 5 minuten en we zijn er. Ja. Dus er komt hier iemand aan. Dat is een Amerikaanse Joodse jongen die hier gehuwd is met een Joods meisje uit Antwerpen. Ja. We hebben de auto, hij heeft tegen die meneer, zegt tegen die meneer, zegt hij, want hij sprak nog geen Nederlands, dat ik met een ijzerdraad de auto ga open doen en er zouden wel eens krasjes kunnen zijn. Dus dat hij het weet, als dat gebeurt, dat ik het niet speciaal heb gedaan. Geen probleem, zegt die meneer, oké. Dus op een minimum van tijd was die auto open, deur open, had zijn sleutels. Hij zegt, ja, maar ik ben niet zeker of ik nu nog binnenkom, want ik ben te zenuwachtig. Dus zijn we met hem mee, we hebben de deur open gedaan, dat was allemaal in orde. Hoeveel mensen zullen op straat naar iemand zien? Ja, maar we zien elkaar niet meer. We zien elkaar niet meer. Dat was toevallig een buurman, maar ik heb mensen dikwijls die op een map nog aan het zoeken zijn waar ze naartoe moeten gaan. Ja. En als je die aanspreekt, die verschieten gewoon. Ja. Die denken dat je iets wil vragen. Maar heeft dat met generatie te maken of heeft dat... Met de tijd. Ik denk dat gewoon door de tijd gekomen is. Dat de mensen, de drukte, ze hebben geen tijd voor een ander. Ja. In de Joodse gemeenschap is dat iets minder. Daar vind je nog wel mensen die zich met andere mensen bezighouden. Ja, ja. Hoe heeft de Joodse gemeenschap geleden in de Tweede Wereldoorlog verder? 50% van de Joodse bevolking uit België is verdwenen. Dus 50% is in leven gebleven dankzij de Belgische bevolking. Want die hebben allemaal ondergedoken gezeten. Ja. In Nederland zijn er maar 20% overgebleven. Ja, die getallen die ken ik. En dan, ik ben Hollander. Dus ja, ik word maar een beetje onvoorlijk nu. Nee, maar het is... Het is zo. Ja. Ik heb weinig vertrouwen, niet bij iedereen, maar in de loyaliteit, in de vriendschap van Nederlanders. Dat is een hele sterke zin, dat weet ik, maar het is wel zo. Dat weet ik niet, maar ik weet wel... Nee, maar die cijfers geven het einde van de oorlog, ja. Wel omdat ze volgens de uitleg die ik gekregen heb, niet meer, geen geld niet meer was en geen eten voldoende, dat ze de Joodse mensen verkocht hebben die bij hun ondergedoken zaten. In Nederland. Ja, dat is zeker gebeurd. Dat ik niet kan aannemen. Dat is zeker gebeurd. Ja, ik zal u vertellen. Deze week hebben we een Belgische families geëerd... Ja. Die Joodse mensen hebben ondergedoken gehouden. Ja. Die het overleefd hebben. En die zijn bij een familie terechtgekomen... die heel weinig hadden, boerenmensen... Wat ze hadden op het veld en wat ze konden laten groeien. Maar de vader werkte in de koolmijnen. Nou, die hadden het niet breed. Nee.
En toen, op een zeker moment, hebben die Joodse dame, die was er met haar echtgenoot en haar twee kinderen, gezegd tegen hun, misschien zoeken we een andere plek of ik wil naar Antwerpen gaan, want ik heb daar ergens nog geld weggestopt. Mm. En toen heeft die meneer gezegd, dat is veel te gevaarlijk. Als er twee boterhammen zijn, dan delen we die twee boterhammen. Ja. En hij heeft ze niet laten gaan. Nee. Dus maar waren dood goede mensen. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk... ik word nu een beetje filosofisch, ja? Kan ik niets aan doen. Maar je vraagt je wel eens af wie bereid is om 3% van zijn eigen welvaart... Ja. Dus de boterhammetjes, hè, dus niet, ja, niet van wat heb ik nog liggen. En ja. 3% echt, dat je dus 3% zelf minder hebt, ja, weg te geven. Dat zijn maar heel weinig mensen. Ja, spijtig genoeg, maar ik vind dat erg. Voor mij vind ik het erg. Ja, waar is de mensheid heen gegaan? Ja. Waar zijn we nou heen gegaan? Ja, we gaan, is dat nou onze ontwikkeling? Het is niet meer ontwikkelen en beter worden, maar we worden erger dan de dieren. Ja, en we zijn met onszelf bezig, ja, de hele dag. Veel te veel. We vinden dat we de hele dag lijden. Ja, ja, iedereen klaagt en iedereen... Die klaagt en ja, die, waar heb je het over? Ja, heel spijtig. Ja. Maar die cijfers wat u net noemde, 50% in België is gered, in Nederland 20%. Dat zijn natuurlijk wel harde cijfers. Ja. Ik vind het getallen. En veel. Dan mag iedereen... ik heb mijn mening erover. Ik heb al snel een mening. Ja. Maar het zegt wel wat heel veel over Nederlander, vind ik. Ja, het zegt veel over mensen. Ik wil er niet... Ja, maar je praat over Nederland, ja, en België. Twee landen die tegen elkaar aan en waar... Ja, maar Belgen en Nederlanders zijn in veel opzichten heel anders. Daar gaan we het nu over hebben. Dat is toch zo? Ja? Ik weet dat... Toen ik enkele jaren getrouwd was. En er was, mijn echtgenoot was een diamantslijper. In Antwerpen? In Antwerpen. En er was een Hollander die hier in Antwerpen woonde. Net over de grens woonde. Niet in België. Net over de grens. En we waren er bevriend mee geworden, want het was ook een slijper. We waren heel leuke mensen. Heel, heel leuke mensen. Maar... Daar stonden koekjes op tafel als we daar binnenkwamen. En mij werd er toen gezegd, je komt er niet aan voordat ze het je aanbieden. Ja. Dat bestaat niet in België. Nee. Wil je een koffie? Dat is normaal. Wil je er een koekje bij? Dat is normaal. En neem je er 2 of 3. Ja. Ja, als ze er staan, dan is het om het op te eten. Ja. Ja. Dat choqueerde mij. Ik heb een tijd geleden had ik met een Marokkaanse vrouw een aflevering. En die zei van Peter, een groot verschil is dat wij in Marokko zeggen van als iemand s'avonds komt en je gaat eten, dan zet je een bord bij, automatisch. Ja. In Nederland zeg je blijf je eten. Oh ja. Dus zet je, blijf je eten. Nee, als er iemand hier komt, geen probleem. Nee. Hoe gaat Antwerpen nu om met de Joodse mensen? Ik heb, behalve vorig jaar, voor de eerste keer, heb ik te doen gehad met antisemitisme. Ja? En ik ben er toch 83 al geworden, dus... Ja, zou je niet zeggen. Maar toen heb ik, omdat ik voorzitter ben van het Forum der Joodse Organisaties... Ja. Werd er aan de voorzitter van de Joodse Organisatie een brief gestuurd. Dus niet mij persoonlijk. Nee. Die brief komt uit Brussel... Ja. Is een naam op die niet juist is. Want hij heeft de naam van een politiker erop gezet die geen woord Nederlands kent. Die een Frans Quillon is 100%. En de brief is volledig in het Nederlands. Hm. Met Hitler heeft zijn werk niet afgewerkt. Alle Joden moeten verbrand worden. Moeten terug overgebouwd worden enzovoort enzovoort. Heb ik nooit vroeger last van gehad. Maar hier in Antwerpen zijn er veel antisemitische kleine voorvallen. Ja. Ja. Van die kleine brandhaardjes die er zijn. Ja. En dat is enorm. Het gevoel is sterker geworden. En ook de kinderen.
Ja? Marokkaanse kinderen tegenover Joodse kinderen. Ja. Nou, ga ik u een vraag stellen. En daar, daar willen weinig mensen antwoord op geven. Ik ken een mooie Marokkaanse dame. Ja. Niet mijn vriendin, maar het is een goede vriendin van mij. Ja. En in Marokko leven ze naast elkaar, de mensen. Mm-hmm. Marokkanen met Joden. Ja. Waarom is dat een bepaald beeld wat je hebt over bijvoorbeeld in België of Nederland, dat het niet kan? Waarom is het dat kan in de hele wereld niet. Ook in Marokko tegenwoordig zijn er problemen die er vroeger niet waren. Ja. Omdat de koning van Marokko de Joodse mensen altijd de hand boven het hoofd gedaan heeft. Ja. Omdat hij veel Joodse mensen had die zijn land leidden. En als ik dat zo mag zeggen, hij had ze nodig. Ja, maar waarom is dat nu dan minder? Omdat er nu meer Marokkanen, denk ik, ook studeren en hun kunde uitbreiden, wat ze vroeger niet konden. Ja. Want iedereen kan, als hij maar wil en de kans krijgt om het te doen. Maar waarom is die weerstand tegen Joden? Dat is altijd geweest. Ja, maar waarom is die? Ja. Is dat afgunst? Natuurlijk. Ja. Neem maar in Zweden, de lijst van de Zweden die diploma's krijgen voor hun kunde. Ja. Leef die namen na. Dus 80% zijn Joodse mensen. Ja. En dat maar dat volgens mij hoeft het niet. Nee. Want een baby wordt geboren, er zit niks in. Nee, dat denk ik ook, ja. Het is net een spons. Daar kun je alles instoppen, net als in een spons water. Ja. Maar als je dat niet doet vanaf 2 jaar, ja. Of zelfs jonger, dan komt het er niet meer in. Ik heb een boek gelezen in Nederland. Het gaat over de eerste 1000 dagen van een kind. Ja. En hoe belangrijk die zijn. Het is al belangrijk dat je tegen uw baby, als hij er nog in zit, dat je daar al tegen praat. Ja. En dat komt bij de opvoeding, de omgeving. Tuurlijk. In Nederland, u zult het ongetwijfeld weten, dan heb je natuurlijk de Randstad, hè? Ja. Amsterdam. Ja. De mensen met de grote monden. Ja. Vinden ze. Ja. Maar als je dan kijkt, de weerstand, de afgunst die er is vanuit de provincie naar Amsterdam. Ja. Ja, maar ze doen er niks voor. Ze doen er helemaal niks voor, hè? Nee. Ze willen niet praten. Nee, ze willen dat niet. Heb je dus hier niet. Als je neemt, als we de oorlogstijd nemen. Ja. Antwerpen waren werkers, maar in de dorpen waren het ook werkers. Net zoals in de grootsteden. Ja. Verdienden ze daar minder? Oké, waren er minder studenten bij? Want toen ik naar de kindertuin ging, toen ik in Eemxem zogezegd ondergedoken zat en de oorlog was gedaan, toen zegde de leerkracht, als u denkt dat uw dochter, want die dacht dat ik de dochter was van Anna en Charles, als uw dochter later zou willen studeren, dan moet u ze naar Antwerpen sturen. Dat is 20 minuten met de bus. Alhoewel dat je klein bent, maar daar is het programma veel uitgebreider. Dus in Antwerpen kregen ze meer kans om iets te worden dan de mensen die in Eemxem naar school gingen. Je ontwikkelt je als mens meer. Tuurlijk. En dat is eigenlijk het gevolg. Ja, dat is het gevolg. Ja. Maar ik heb kinderen, ik heb ook een kosher Chinees restaurant uitgebaat. 15 jaar. Daar kwamen mensen binnen met kinderen, oma's, met een kind van 3 jaar. Die kon al zijn gebeden die ze moeten zeggen voor het eten en na het eten, helemaal van buiten. Ja. Dus als dat kind van 3 jaar het kan, kan een ander kind dat ook, als je het maar lang genoeg aanleert. Is er een angst bij de Joodse gemeenschap in Antwerpen nu? Er zijn er veel vertrokken uit Antwerpen. Ja? Ja. We hebben, laten we zeggen, nu dezelfde aantal ongeveer dan 20 jaar geleden. Hm. Maar de mengeling van minder orthodoxe chassidim, degene die in het zwart rondlopen en hun pijpenkrollen laten groeien buiten houden, die is veel meer gegroeid en de anderen die zijn weg.
De minder orthodoxe zijn of naar Amerika of naar Engeland of naar Israël of waar dan ook in de wereld. Zijn er veel teruggaan naar Israël? Er zijn er veel naar Israël. Ja. Uit de Joodse school Tarkemonie was ooit de grootste Joodse school in Antwerpen. Elk laatste jaar, 17, 18-jarigen voor de universiteit, die gingen elk jaar sinds 10, 15 jaar allemaal studeren in Israël. Het viel mij net op, ik liep van het station hierheen. En dan kom je langs de Joodse buurt. En het viel me op dat... ik probeer altijd veel mensen aan te kijken en goede dag te wensen. Maar het viel me op dat zijn hoofd allemaal wegdraaide. Ja, omdat de orthodoxe mensen zich niet mengen met andere mensen. Nee. Niet omdat ze niet beleefd zijn, want sorry, veel kennen ze er niet van. Maar zij mogen een andere dame niet aanzien, de mannen. Mm. Enkel hun eigen dame. Ze mogen er niet naast gaan. Ze mogen er niet naast zitten. Ze mogen geen hand geven. En dat maakt ook dat ze zich in elkaar een beetje draaien meer dan niet zo open zijn. Wat zou u de jeugd mee willen geven? Nou, de jeugd van vandaag in het algemeen... Evengoed de Joodse als de niet-Joodse jeugd. Praat met elkaar. Leer elkaar kennen. Maar dat praten met elkaar... Dat doen ze niet meer. Nee, maar dat is bij mij een heel kwetsbaar onderwerp. Omdat ik namelijk vind dat we te weinig praten. Ja, natuurlijk. We worden te weinig boos op elkaar. Ja, ja. We hoeven niet boos te worden op elkaar. Nee, maar... We moeten met elkaar praten... En aannemen zoals we zijn. Ja, maar ik bedoel, zeg met boos worden. Kijk, we kunnen verschillen van mening. Ja. En dan kunnen we boos worden. Ja. Maar je kan op het laatst zeggen, je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. En dat kunnen we niet meer. Nee. Dat kunnen we niet maar meer. Dat hoeft ook niet. En we blijven in onze eigen waarheid geloven. Ja, maar dat klopt niet. Nee, tuurlijk klopt het niet. Maar... Ik heb gisteren aan de jeugd in de school gezegd... Als jullie... Blijven bij je eigen standpunt, dan kun je niet groter worden, ga je nooit wat leren. Nee. Neem iedereen aan zoals hij is. Want u en ik en zij hebben toch nooit mogen kiezen bij wie ze willen geboren worden. Nee. Niemand kan dat. Nee. Luister naar elkaar. En eerst en vooral respect voor je ouders hebben. Ja. Dat is er vandaag ook niet meer. Nee. En daar begint het mee. Ja. Als je geen respect kunt hebben waar je geboren wordt en hoe je geboren wordt, dan hebben we geen taal niet meer. Hoe ziet u, bent apolitiek? Ja. Gaan we het dus ook niet over hebben? Nee, helemaal gaan niet. Gaan we het niet over hebben? Nee. Nee, moeilijke onderwerpen zijn. Daar komen we ook nooit uit, mevrouw. Nee. Dus gaan we het niet over hebben. Gaan we het niet over hebben. Maar als je nou over 100 jaar het Joodse volk kijkt. Ja. Voor mij gaat het altijd blijven bestaan. Blijft het bestaan? Het blijft bestaan. Al moeten we allemaal hier weg en naar Israël, maar het zal blijven bestaan. Ja. Dat vind ik hele mooie woorden, daar ben ik blij mee. Ja, dat moet. Ja. Dat moet. We willen niet nog een keer meemaken wat Hitler getracht heeft van te doen en gelukkig er niet in gelukt is. Ik eindig ieder gesprek met de zin... Het is gebeurd alleen omdat ze Jood waren. Natuurlijk, omdat ze een Joodse moeder hadden. Ja. Want als je een gemengd huwelijk hebt, dan... maar de moeder is Joods, dan blijf je Joods. Ja. Welkom in Amsterdam als eerste. U spreekt heel mooi Nederlands. Maar hoe komt dat? Of is dat een taal? Ja, ik heb het bijgehouden. Alhoewel we in... Nou, in 1957 naar Israël zijn gekomen. Maar in de jaren 70 ben ik 4 jaar ook in Nederland geweest toen ik aan mijn dissertatie werkte. Ja, ja. En hoe denk je terug aan Nederland? Heb ik mijn Nederlands een beetje opgeknapt, want daarvoor was het gebaseerd op... na onze alia hebben mijn ouders geabonneerd op Donald Duck. Oh, en dit helpt, de taal was Donald Duck en Olly B. Brommel. Plus
Ik heb een paar seminariumpapers geschreven over het eind van de 18e eeuw en dat zat er ook in. Dus toen ik kwam was het aan het begin, mijn Nederlands was een beetje vreemd voor de aanhoorders, maar ik heb erbij gewerkt. Als we elkaar allemaal begrijpen. Het is het belangrijkste. Ja. Hoe denk je terug aan Nederland? Hoe denkt u terug aan Nederland? Nou, ik kom van tijd tot tijd. Ik ben een paar maanden geleden ook in Amsterdam geweest. Nederland, niet alleen in Amsterdam, maar ik heb twee lezingen gegeven op het NIOD. Ja. Boekpresentatie van Laurien Vastenhout over Joodse raden. Dat is een onderwerp waar ik mee bezig hou. En ik heb contact nog met verschillende mensen. Ja. Ook met Emiel Schrijf. Maar ik kom minder naar Nederland dan bijvoorbeeld naar Duitsland of andere landen. Daar hou ik me tegenwoordig meer mee bezig. Ja. Als er een brutale vraag. De Joodse Raad. Ik vind dat een heel moeilijk, ingewikkeld onderwerp. Of is dat niet zo ingewikkeld? Het is ingewikkeld, maar het, kijk eens. Het meeste van de literatuur daarover heeft zich bezig gehouden. En zeker in Nederland met de laatste fase en of waren ze goed of slecht. Ja. En wat mij. En er zijn een paar dingen die men aanneemt als zo was het. Dus de Duitsers richten de Joodse raden op. Ja. En dat is de vraag die ik me heb gesteld om dat te onderzoeken, hoe het ontstaan is. En wie erachter stond. Dus de Duitsers, dat waren 80 miljoen mensen. En dat is dus. En ook als je spreekt over de bureaucratie. Er waren mensen die het deden. En ik heb dus uitgepluist en wie erachter stonden en wie dat dan ook gepusht hebben. En hoe zich dat systeem heeft ontwikkeld. Want volgens mijn assumption. Ik geloof dat er zo'n 1200 Joodse raden waren. Maar daar is een paar honderd in de Sovjet-Unie waar haast niks over is geschreven. Ja. En er zijn nog honderden ook in Polen waar maar weinig over is geschreven. De meeste zijn over een paar bepaalde plaatsen. Over West-Europa is er meer. Maar er is ook niet zoveel over Noord-Afrika. Ik hou me dus bezig met het hele fenomeen, hoe zich dat ontwikkelt. Ontwikkeld heeft en of je daar bepaalde lijnen in kan zien. Bijvoorbeeld in Nederland denkt niemand eraan dat de Joodse Raad in Belgrado een paar weken na de Joodse Raad in Amsterdam is opgericht. En dat met elkaar te maken heeft. Want Nederland houdt zich bezig met Nederland en Joegoslavië met Joegoslavië enzovoort. En als je dus de fysie ziet van ook de competentiestrijden in de Duitse bureaucratie, dan begrijp je ook dat er ook in Nederland was er eigenlijk een machtsstrijd tussen de afdeling van Eichmann in Berlijn met zijn mensen in Nederland en Seyss Inquart. Want Seyss Inquart heeft dus die Joodse Raad in Amsterdam is opgericht heel snel, zonder veel voorbereiding, op,
op die achtergrond van de, van de relletjes in Amsterdam in februari enzovoort. En daarna heeft Suez Inkhout geprobeerd dat te veranderen, dat, dat hij eigenlijk de baas is over de Joodse Raad. En daarom in mei 1941 is er een voorstel om een landelijke Joodse Raad op te richten, die, die rechtstreeks onder het Rijkscommissariaat staat, terwijl de Joodse Raad in Amsterdam eigenlijk via Bunker onder de generaalcommissaris voor de Sicherheitswesen stond. En dat, dat was eigenlijk de SS. En wat ik ook heb bewezen, dat ook in haast overal in Europa, degene die achter de oprichting van Joodse Raden stond, dat was de SS. En Joden-experts van de SS. En dat was ook maar tegen andere naar de Joodse Raad. Bureaucraten. Hoe moet ik er naar kijken? Wat voor beeld moet ik ervan hebben? Van beeld? Kijk eens, het heeft te maken in het begin met de vraag hoe het Joodse vraagstuk, zoals ze dat noemden, behandeld moet worden. Op een algemene manier, en dat is in het begin in de jaren 30 in Duitsland, dat men, er zijn allemaal anti-Joodse wetten en anti-Joodse projecten, maar dat is dan in het algemeen, en dan moeten ze onderhandelen met allemaal Joodse ondernemingen, met organisaties en met individuelen en alles. En dan in 1937 wat er gebeurt is dat in de Joodse afdeling van de Sicherheitsdienst, van de SD, in de SS, die zeggen dat is tijdverspilling. En wat we moeten doen is de Joden als een collectief samenbrengen. En met een, wat ik noem, en ik gebruik hier een sociologisch begrip, een headship oprichten. En daar onderhandelen we mee en die moeten het verder doen. En dat heeft nog op dat moment niks te maken met de Endlösung. Dat heeft, want op dat moment willen ze eigenlijk emigratie van de Joden uit Duitsland. Maar dat is, en zij en die mensen van de SS, dus de SD is de Sicherheitsdienst van de SS, die zegt, wij willen de baas zijn over de Joden. En niet Göring en allemaal anderen, want wij weten het beste hoe we dat moeten doen. En wij doen geen compromissen en dat soort. Dus, en later proberen ze dat idee vast te leggen. En dat gebeurt dan eerst in Wenen en dan in Danzig en in Praag en dan in Polen. Dus meteen na de inval op Polen, al op 6 september 1939, beginnen ze met de oprichting van Joodse raden. En pas 2 weken later komt er een officiële instructie van Heydrich. Maar het is de hele tijd de SS'ers die daarachter zitten, die door de Joden-experts, zoals ze die genoemd werden, geduwd worden om dat te doen. En dat is, dus de Joden moeten als een collectief behandeld worden en je moet geen tijd verspillen met allemaal verschillende organisaties en individuen en dat soort dingen. En pas later komt dan ook de, als er dan de Endlösung in 1941 begint en zich ontwikkelt, dan wordt dat ook gebruikt voor de Endlösung, maar als het niet goed gaat, dan doen ze het zonder. Het is niet overal dat de Joodse raden worden gebruikt. Ja. Het is eigenlijk heel vreemd dat je, of het is niet vreemd, maar 75 later, jaar later, dat je nog steeds nieuwe ontwikkelingen ziet. Hetzelfde wat u nu zegt. Dat de tijd. De laatste Joodse raden opgericht in Hongarije in 1944. Ja. En daar heb je zo, en ook zo'n meer dan 100, zo'n 150 kleine Joodse raden en de centrale Joodse raad in Boedapest. Ja. En
Maar je hebt ook in de stad Tunis en in Algerije, daar wordt het opgezet, maar op wegens de landing van de geallieerden wordt het eigenlijk functioneert het niet, want het is te laat. Maar het werd geprobeerd. En dus en er is in Sneaky. Dus op allemaal plaatsen. En je hebt zelfs ook in kampen. Dus in Bergen-Belsen was er ook een Joden-etniste. Ja. Je hebt in werkkampen in Polen. Dus het is... en als je dus dat ziet en begrijpt hoe zich dat ontwikkelt, dan kan je ook zien wat de problemen zijn. Want er is altijd... En als je dan naar de Joodse kant kijkt, dan is er altijd het probleem van... Wat wist men... wat er gaat gebeuren. Ja. Dus de Duitsers waren natuurlijk altijd een stap voor op de Joden, omdat de beslissingen aan de Duitse kant werden genomen en dat er werd niet meer gedeeld aan de Joden. Dus vaak zie je dan de manier waarop mensen Joodse raden, niet alleen Joodse raden, maar ook in de ondergrondse enzovoort, reageren. Ze reageren op een vorige fase van de Duitsers, omdat ze de nieuwe fase niet kennen. Ja. En dan begrijp je veel, veel beter en gaat het niet allemaal of helemaal op het karakter van bepaalde mensen. Het karakter speelde natuurlijk ook een rol, maar je hebt vaak, dus die was slecht en die was goed. Maar het is veel problematischer. Hoe zou u Yad Vashem willen samenvatten? Nou, hoorde ik je niet goed. Hoe zou u Yad Vashem willen samenvatten? Hoe bedoel je van Yad Vashem? Nee, u zit in Jeruzalem nu. In mijn huis. Ik woon buiten Jeruzalem. Oké. Maar laat ik zeggen... Je kan me de hoek van 118 is... boekenplanken met een Nederlandse boeken. Dus je ziet alleen maar boeken en wat andere dingen ook. Oké. Laat zeggen, het instituut, de Holocaust, Yad Vashem. Hoe zou je dat willen samenvatten? Ik ga daarheen, waarom zou ik erheen moeten? Kijk eens, Yad Vashem is een instituut. Ja. Niet... alleen een museum. Vaak wordt het bestempeld als het museum Yad Vashem. Maar Yad Vashem is een instituut met een museum. En is niet opgericht als een museum. Eigenlijk, en dat weten weinig maar mensen, het idee van Yad Vashem is voor het eerst geopperd in augustus 1942. Ja. Dat is toen informatie over wat er in Europa gaande was, binnenkwam en toen werd het voorgesteld door iemand, Mordechai Shenhabi, die was een actieveling van de Hashomer HaTzair, van de socialistische, zionistische beweging, zegt we moeten een herinneringsinstituut oprichten voor die mensen die vermoord zijn. En dat is in de zomer van 1942, wat ze toen wisten. Dus is minder dan, veel minder dan wat er later gebeurde. En aan het eind van 1942, dat is na 17 december 1942, dat is de declaratie van de geallieerden dat er een systematische moordcampagne van Joden gaande is in Polen. Dan gaat Tishan Habi nogmaals naar de rabbijn van de Histadrut. De Arbeidersbond. Die hadden een rabbijn ook, niet hij. En die stelt de naam Yad Vashem voor. Want dat is een Bijbelse uitdrukking. Dat is eigenlijk een herinnering die men opricht. En dus je zegt, dat is de naam die je moet gebruiken. En tegen het einde van de oorlog, in het begin van 1945, komt Shenhabi dan al met een plan.
voor Yad Vashem. En wat wij de eerste Yad Vashem noemen, wordt opgericht in het begin van 1946. Dat is nog voor de oprichting van de STA, door 7 organisaties. En dan begint men met het verzamelen van documenten. En in 1947 is de eerste conferentie waar men bespreekt hoe je onderzoek moet doen over wat er nu gebeurd is. En dan krijg je in 1948 de oprichting van Israël. Van Israël. Ja. En dan heeft men ook geen geld en ook geen... geen hoofd om daar zich mee bezig te houden. In 1950 wordt de eerste Yad Vashem eigenlijk gesloten. Er waren een paar kamers in Tel Aviv, maar dat wordt er gesloten. En dan 2 jaar later begint Shenhabi weer met het idee dat iets opgericht moet worden. En dat uiteindelijk in september 1953 wordt Yad Vashem, zoals we het nu kennen, opgericht met door een wet en met een opdracht, maar wordt niet precies gezegd hoe dat uitgevoerd moet worden. En de eerste voorzitter van Yad Vashem is een historicus, professor Benzion Dinur, die ook minister van Onderwijs en Cultuur was. In die tijd was er geen conflict of interest, dus je kon een paar dingen samen doen. Hij was dus ook een politiek activist en de belangrijkste hoogleraar Joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit en werd eerste voorzitter van Yad Vashem. En hij brengt ook mijn vader en onze familie later naar Israël, omdat mijn vader in 1957 benoemd is als directeur-generaal van Yad Vashem. Maar voor hem, als historicus, Yad Vashem was eigenlijk een onderzoeksinstituut. En hij begint dus met een archief, een tijdschrift en onderzoek. En later, nadat hij weggaat, dat is ook een heel verhaal, dan komt de nieuwe voorzitter, dan begint men meer met die monumentale dingen opgericht. Dus de Oil Yizkor, dus waar de herinneringsceremonieën worden gedaan. En dan begint men ook met die Righteous Among the Nations, de rechtvaardigen in 1963. En dus langzamerhand ontwikkelt zich dat. De verschillende afdelingen ook van educatie, dat wordt in de jaren 70. En dan... ook andere monumenten die worden opgericht in de jaren 80 en dan in 1993 weer opnieuw het onderzoeksinstituut, omdat Yad Vashem nu al veel meer dingen doet dan alleen maar onderzoek. En dat is het instituut waarvan ik het hoofd ben tegenwoordig. Maar Yad Vashem heeft meer dan 500 employés tegenwoordig. Het is een enorm... Ik koppel het als museum. Maar het is eigenlijk meer, het is, van oorsprong is het een onderzoeksinstituut en het blijft het. Het is tegenwoordig, je kan zeggen, want er is een enorm museum. En dat is de grootste aantrekplaats. Dus er komen zo'n 1 miljoen mensen per jaar naar dat museum. Voor de corona was het meer, nu is het teruggelopen, maar het gaat weer meer. En dus het museum staat natuurlijk wel centraal, maar we hebben een enorm archief van 220 miljoen pagina's documentatie plus... tienduizenden interviews en foto's en dat soort dingen. En enorm veel activiteiten. Dus het onderzoek is een gedeelte en is de basis voor veel dingen die we doen. We hebben bijvoorbeeld ook een uitgeverij. We geven tussen de 30 en 40 boeken per jaar uit. Gedeeltelijk academische onderzoeken, gedeeltelijk memoirs en dagboeken en dat soort dingen. In verschillende talen. Het meest in Hebreeuws en Engels, maar ook in Frans, Spaans,
En andere talen, Russisch enzovoort. Dus enorm veel. Als we denken aan 4 mei in Nederland, 4 mei, ja. Doodherdenking. Wat voor gevoel moet ik daarbij krijgen? Wat voor gevoel, dat hoor ik niet goed. Wat voor gevoel moet ik daarbij krijgen? Kijk eens, in Nederland natuurlijk. Of ik nou Jood ben of niet, dat maakt even niet uit. Of ik nou Jood ben of niet, daar gaat het even niet om. Het gaat om wat voor gevoel. Ja, kijk, ik denk dat er is, en in Nederland zie je dat met name heel sterk. Dus op veel plaatsen was in de eerste tientallen jaren na 1945 de herinnering van de Tweede Wereldoorlog als een geheel was centraal, stond centraal. Ja. En langzamerhand, en dat is een heel interessant proces natuurlijk, is het lot van de Joden, de Shoah, centraler komen staan. En dat zie je dus ook in Nederland op 4 mei. Er zijn natuurlijk allemaal initiatieven om er nog andere dimensies aan te geven, maar toch het lot van de Joden komt centraal te staan in de context van de herinnering van de Tweede Wereldoorlog. Maar je kan dat niet alleen in Nederland zien, dus ook in andere landen. En je kan jezelf zeggen, dus er is een internationale herinneringsdag voor de Shoah. Ja. Op 27 januari door de VN geïnstalleerd. Je hebt geen internationale herinneringsdag voor de Tweede Wereldoorlog. Nee. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we langzamerhand veel meer over de anti-Joodse politiek weten. En dat we tegenwoordig begrijpen dat het antisemitisme centraal stond. Dus dat je ook het begin van de Tweede Wereldoorlog en de inval in de Sovjet-Unie enzovoort moet begrijpen met het antisemitisme, het geloof dat de Joden de wereld beheersen, centraal stond. Hè? En dat communisme eigenlijk een soort Joods idee is, omdat het een bespiegeling is van het Joodse principe, zoals ze dat noemden, van gelijkheid van de mens. Dus democratie, communisme, socialisme, kapitalisme, dat is allemaal Joods. En daar gingen ze tegen in. En Hitler zegt ook in 1934 dat 1933 een antwoord is op 1789, dus de Franse Revolutie. Ja? Ja. En je kan dat allemaal plaatsen zien in documenten enzovoort, dat Joden eigenlijk een representatie zijn van het idee van gelijkheid. En daarom moeten de Joden weg, maar ook de Joodse ideeën weg. Ja? Ja. En dat is wat ze Entjudung noemen. Entjudung is niet alleen de Joden uit organisaties te halen enzovoort, maar dat is ook een purificatie van de taal. Bijvoorbeeld in Duitsland 1934 begint de Deutsche Sprachverein met een Entjudung van het Duits. En er is Entjudung van het legale systeem. En er is Entjudung van de wetenschappen en van de kunst enzovoort. Dus de Joden en Jodendom werden gezien als een gevaar voor de hele wereld. Als we dat aan deze tijd koppelen, dat gevoel is er toch steeds, of niet? Kijk eens, er zijn metamorfoses en er zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen. Ja. Het is niet precies hetzelfde, maar je kan in het nieuwe antisemitisme ook zien dat verschillende van deze gedachten doorgaan. Hè? Dus de Joden beheersen dit en de Joden beheersen dat. En
ze ondermijnen de cultuur en de economie en dat soort dingen. En dat vind je helaas op allemaal plaatsen. En met die, die demonstratie in Amerika, waar ze schreeuwden: Jews will not replace us. Ja, en dat soort dingen. Het gaat door. We dachten dus de eerste tientallen jaren na 1945 dat het antisemitisme zou weg hebben, maar dat is niet gebeurd. Ik wil u bedanken. Ik wil u bedanken. Namens Amsterdam. Ja. Ja. Het gaat u goed. Hallo. Het gaat u goed. En we steken elkaar weer. Dankjewel. Ja, we hebben nu zijn we met de voorbereidingen voor Shabbat. Ja. En we hebben allerlei gasten over de vloer. Dus is het rustiger geworden. Goed. En veel geluk met je kleinkinderen. Ja, we hebben zelfs 5 achterkleinkinderen. Oh, wat mooi, hè? Wat mooi. Veel geluk. Ja. Tot ziens. Dank u wel. Dag. Tot ziens. En als u Emiel ziet, geef hem de groeten. Kan ik doen. Dank u wel. Oké.